Bewoners en kinderen van het Wijdmijn-Lammeren opvangcentrum Hadassah hebben gisteren een petitie ingediend bij parlementsvoorzitter Marinus B. Middels de petitie vragen ze om in aanmerking te komen voor een perceel en een volkswoning. TNA-voorzitter B. geeft aan dat het werk dat de stichting doet eigenlijk een taak van de overheid is. B. heeft de petitie bewust niet bij de Nationale Assemblée in ontvangst genomen, geeft hij aan. Ik was gelijk familiair met dat verhaal van deze sterke vrouwen. En ik heb gezegd, ik kom naar u toe. En binnen 2 weken, ik ga ook de minister van GBB brengen en de minister van Sociale Zaken. Omdat zij in de uitvoering zitten en ik weet dat met hun aanwezigheid we gerichter zaken kunnen aanpakken. Minister Dinota Forsweek van Grond- en Bosbeheer is heel trots op de vrouwen van Hadassah. Dat zij deze stap hebben genomen om hun problemen op te lossen. Dus, mille kwa jonge minister voor GBB, die voorzitter via u, zou ik nader willen zitten met de stichting. Misschien tak de actie voor Oso, maar GBB negi Oso. Ik kan zorgen wel samen nanga u nanga de voor zorgen tak mwa bouwkafel de mankisi. Vrouw. Uno las ati, unta hordoro, en one day, gado opuriu uit akatibo en apina sayude. You overleven dat metaki, gigado grantangi. Volgens Gloria Likushu, directeur en oprichter van Stichting Wijdmijn-Lammeren, zet de organisatie zich vanaf 1997 in voor het welzijn van kinderen in nood. Maar wij kunnen maar zoveel doen. En het is eigenlijk ook ons verlangen om zoveel als mogelijk moeders en vrouwen in deze omstandigheden te helpen. Maar nu na 2 jaar, als ze dan uit het traject komen, dan zijn de vooruitzichten op het permitteren van een eigen huurwoning of eigen perceel of eigen huis is bijzonder moeilijk en uitdagend. Dus we zijn heel blij met de belofte die zijn gedaan. En alvast de harde toezegging van een eigen bouwperceel, dat maakt ons enorm blij. En het geeft de bewoners hoop. Dus dit is een geweldige dag voor ons. Dat is heel goed nieuws, maar een veel ernstige vraag. Er is aangegeven dat het vrouwen zijn die trauma's hebben doorstaan. Daar ze hier zitten, hoe worden ze dan beschermd dat ze niet door hun partner wederom worden opgespoord? Nou, dus daarom zijn we bijzonder blij dat de Nationale Assemblée de wet op beschermingsbevel heeft uitgevaardigd. Dus we kunnen dat nu ook aanvragen voor onze vrouwen. De vrouwen worden voor 2 jaar opgevangen en in die periode wordt gewerkt aan hun mentale gezondheid en economische zelfredzaamheid. Helaas zijn de moeders gedemotiveerd door het gebrek aan een toekomstperspectief. De organisatie hoopt dat de functionarissen zich aan hun woord zullen houden en deze vrouwen hulp zullen bieden.